naam is Annemarie Noordman. We hebben een varkensbedrijf, Varkenshof en Veldhoekpork. Weet je, we hebben een boerenbedrijf. Maar er zijn zoveel mensen die oordelen over ons hebben die nog nooit op een bedrijf gekeken hebben. Dus ik ben heel erg begonnen met toch mijn stal open te zetten. Ik vind het heel belangrijk om te vertellen wat we doen. En we komen er steeds meer achter dat de consument in Nederland zich niet bewust van is dat als in Nederland geen vlees meer geproduceerd wordt, dat je het uit het buitenland krijgt. En dat daar andere dingen gebeuren dan hier in Nederland. Ik denk dat we echt heel trots moeten zijn op Nederland. Over het algemeen zijn de boeren in Nederland heel goed voor de dieren. En overal vallen dingen over te zeggen. Maar je mag pas wat vertellen als je weet waar je het over hebt. Dus als mensen zeggen dat ik niet goed ben voor mijn dieren, dan zeg ik kom maar kijken en kom me dan maar vertellen wat ik beter kan doen. Maar wel door de voordeur en in gesprek met me. Ik heb tijdens de verpleging gewerkt. In de verpleging werk ik op een gegeven moment drukker met rapportages schrijven dan met mensen verzorgen. Zo gaat het op de boerderij ook. Vroeger zei je kon altijd nog boer worden. De boeren van tegenwoordig moeten echt enorm veel weten om een bedrijf draaiende te houden. Ik ben trots op mijn collega's. Allemaal. Biologisch, gangbaar, instel, alles. Ik denk dat we het in Nederland heel goed doen en dat we dat ontzettend goed moeten uitdragen en dan ook mogen uitdragen. Ik denk dat we als boeren heel goed bezig zijn.